Dit is aflevering 37 van het COVID-19-journaal. Zoals eerder vermeld zijn de instanties druk bezig over te gaan tot het nieuwe normaal. Hierdoor zijn verschillende protocollen in elkaar gezet voor alle belanghebbenden. Al deze protocollen zijn voor u terug te vinden op de website van het BOG. Welkom, dit is het COVID-19-journaal. Vandaag wat meer over de protocollen die zijn ontwikkeld voor de bettingskantoren. Hierin zijn niet alleen maar de gangbare COVID-19 preventiemaatregelen opgenomen, maar we vinden ook de instructies bestemd voor directie, personeel en de bezoekers. Behalve de strenge controle, het aanbrengen van technische aanpassingen en het terugbrengen van het aantal bezoekers, is het ook heel belangrijk wat te doen in het geval van een COVID-19-infectie. Aswin Sjoerdbalising is directeur van Suribet, het grootste bettingsbedrijf van Suriname met honderden retailers verspreid over het hele land. Zoals u weet waren de protocollen al sinds een paar weken op de COVID-website en recentelijk op de website van de BOG. En gisteren is er officieel bekendgemaakt dus dat bepaalde sectoren wederom mogen starten, natuurlijk met inachtneming van de COVID-protocollen. Bij Suribet hebben wij niet stilgezeten, we hebben zelfs samengewerkt. Wanneer u kijkt naar de protocollen gaat u ook zien dat Suribet geparticipeerd heeft, toch? Om bij tot stand komen van de protocollen. Dus wanneer wij samengewerkt hebben daaraan, moeten wij ook erop toezien dat deze protocollen geïmplementeerd worden. U begrijpt dat Suribet haar eigen shops heeft en daarnaast ook een scala aan wederverkopers. Dus bij de wederverkopers moet de controle ook plaatsvinden. Als we straks even een kijkje gaan nemen wat wij eigenlijk allemaal gedaan hebben, toch heeft u een duidelijk beeld toch, over de implementatie. We beginnen vanaf het handenwassen. Dat geschiet buiten, er is een wasbak en er is ook een automatic sanitizer dispenser. Er is ook een automatische temperatuurmeter die niet alleen je temperatuur meet, maar ook je een alert geeft wanneer je geen mond- en neuskap op hebt. Dus dat zie je gelijk. Daarnaast vindt er een registratie plaats van elke persoon die naar binnen komt. Het wordt digitaal opgeslagen met foto, temperatuur, tijdstip, hoe laat die persoon in en out is gegaan. Toch? Deze wordt ook gecontroleerd door de security guard. Want zodra hij de alert geeft dat hij boven 37 graden is of als hij op rood is, gaat de security direct zo'n persoon stoppen. Loopt echter deze persoon dan nog door de checkpoint, heeft de cashier ook een overzicht op zijn of haar scherm van dat deze persoon op een hoge temperatuur door is gelopen naar binnen. En zo'n persoon wordt er buiten gezet. Het kan echter soms zo zijn dat bijvoorbeeld door de felle zon of je hebt gelopen en naar binnen komt even te hoge temperatuur vertoont, zal je even een tweede check moeten doen. Na 2-3 minuutjes onderbreking, dan kom je weer meten en indien het normaal is, mag je naar binnen komen. Los daarvan zijn er ook andere maatregelen en awareness bijvoorbeeld. Elk personeel is op de hoogte van de protocollen. Iedereen weet hoe hij of zij moet omgaan met personeel of met klanten, want er is een doorloop van mensen hier. Eerder was het 5, nu is het 10. En dat is ook de taak van de security of de shopmedewerker om erop toe te zien dat het niet te crowded wordt op een gegeven moment, toch? En in het zo is, kunnen mensen buiten wachten. En als eentje eruit gaat, kan eentje weer naar binnen komen. Dus er zijn zeker controle op verschillende levels, toch? En los van dat stukje hebben we ook andere zaken die ook deel uitmaken van het protocol. Zijn bijvoorbeeld schaftruimtes, ventilatie, aantal keer de frequentie van schoonmaak van het apparatuur en allerhande zaken ook in de bedshop, toch? En u ziet ook, als u even kijkt, straks een kijkje gaat nemen, ziet u ook scheidingen tussen computers. Die worden ook regelmatig schoongemaakt, zodat mensen ook comfortabel hier kunnen spelen. En wanneer we ze ook faciliteren na implementatie, dat ze ook, zeg maar, een veilig gevoel hebben wanneer ze hier komen spelen. In de vorige aflevering hebben we onder meer stilgestaan bij de protocollen die vanaf deze week gelden op de overheidskantoren. Ook voor de bettingskantoren zijn er protocollen uitgezet, waarvan het toezichthoudend orgaan de Gaming Board is.
Mauro Tuur is directeur van de Gaming Board Suriname. De Gaming Board is geen belangenvereniging van de casino's. De Gaming Board is een toezichthoudend orgaan van de casino's, van de overheid. Ja, dus toezichthouden op de casino's, dat is onze rol. Suriname is bezig met een risicoanalyse, een risk assessment. En binnen dat kader heeft de Gaming Board een belangrijke rol te vervullen. Binnen de risk assessment moet Suriname aantonen dat er voldoende wetgeving is en structuren zijn om money laundering, witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Binnen dat kader zijn er een aantal instanties, zoals de Centrale Bank en de Gaming Board, die toezicht moeten houden op sectoren. Dus dat is de rol van de Gaming Board. Het is een toezichthoudend orgaan van de overheid en het houdt toezicht op de gamingindustrie, gokken en casino's. Met de nieuwe protocollen in de hand zijn de Suribet shops vanaf vandaag weer open, maar dan wel met aangepaste tijden. Marketingmanager Nico van Vaarseveld weet ons meer te vertellen hierover. Mijn naam is Nicole van Vaarseveld. Ik ben de marketingmanager van Suribet NV. Wij hebben enkele weken geleden samengewerkt aan de COVID-19 protocollen die we hebben ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid. We hebben deze gelezen, gescreend, we hebben over en weer met het ministerie gecommuniceerd. De Gaming Board is ook hier langs geweest om een fysieke inspectie te doen. Zoals u zelf kunt zien, er hangen verschillende posters. Er zijn markeringen, uw temperatuur wordt opgemeten. Er is een speciale scanner die ook foto's maakt en ook vastlegt als u nou wel of geen masker aan hebt. Uiteraard gaat de security de eerste check doen, dus zonder masker komt u sowieso niet binnen. We hebben als bedrijf ook voor gezorgd dat we voldoende voorlichting hebben gegeven op onze sociale media pagina's. We hebben een speciale slogan ontwikkeld voor coronavirus en dat luidt: No me corona gro, tana yo oso. U kunt namelijk ook al onze producten online spelen. We hebben een website www.suribet.sr en daar kun je in alle safety lekker van huis uit gewoon je Suribet loten kopen. Wij vinden het heel belangrijk dat de gehele gemeenschap zich bewust wordt van het gevaar van dit virus. Daarom doen wij ook ons deel met ons pakkende slogans, met ons video's op internet om de mensen bewust te maken van het gevaar. Dus we zijn niet alleen intern bezig, in de bedshops, maar ook eigenlijk met de gehele gemeenschap. We zitten met een economisch probleem natuurlijk. Vele sectoren kunnen niet draaien. Vele mensen, en het zijn allemaal onze familie, broers, zusters, neven, die zonder inkomen zitten. Dus we moeten allemaal werken dat we ons houden aan die protocollen. Laten we niet voor de winkel staan zuipen. Ja? Laten we de instructies van de overheid gehoorzamen, zodat we makkelijk en sneller naar die nieuwe situatie terug kunnen gaan. In het kader van de lockdown zijn onze openingstijden vervroegd. Onze sluitingstijden zijn vervroegd. We zijn dus in plaats van zoals dat gebruikelijk was om 12 uur 's avonds, zijn we nu open tot 6 uur 's middags. Goed, de persoon die ons helpt met de COVID-19 awareness in ons bedrijf is een van onze trekkingspresentatoren. Dat is niemand minder dan de heer Pres Juriantje. Hij is hier en hij gaat iedereen die meekijkt ook wat tips geven. Want deze tips zijn natuurlijk nooit overbodig. Tolle speciaaltje man, je weet ik ben het Pres Juriantje. En ik heb ook een boodschap voor jullie. Als je niet op straat hoeft te gaan, blijf thuis nog. Het is nu al te veel geworden. Overal zijn er mensen, al dat soort dingen. Als je niet op straat hoeft te gaan, blijf gewoon lekker thuis. Je kan ook van huis uit spelen. Ja, in Afkonja speciaal. Ja? Dus check dat ding, was je handen. Gebruik hand sanitizer en scan je streepje. Check dat ding, het is jullie heel goed. Het nieuwe veilige normaal is in werking in de bettingskantoren. Houdt u zich AUB aan de regels die in de protocollen per bedrijvenbranche zijn vervat. Dat was het dan ook alweer voor deze aflevering van het COVID-19-journaal. Bezoekt u de website van het BOG voor alle informatie omtrent COVID-19. Neem natuurlijk ook uw eigen verantwoordelijkheid door de COVID-19-maatregelen in acht te nemen. We zien u dan morgen weer bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Hallo allemaal, we zijn er bijna hè. We zijn er bijna hè. Maar nog niet helemaal. Wat kan je nog steeds doen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen? 1. Was je handen nog steeds met water en zeep. 2. Hoest en niest
zoveel als mogelijk in je elleboog. 3. Gebruik papieren zakdoekjes om in te snuiten en gooi die daarna gelijk weg. 4. Schud geen handen. 5. Houd 1,5 meter afstand van anderen. En 6. Werk zoveel als mogelijk van huis uit. Bent u ziek? Blijf thuis. Mondkap op, handen wassen, afstand houden, bescherm de ander. Moana, Moana. Mondkap op, handen wassen, afstand houden, bescherm de ander. Moana, Moana. Reinig je handen op tijd, genoeg afstand houden. Niet te dichtbij als je bent verkouden. We kunnen de strijd aan door op elkaar te bouwen. En doen wat nodig is om uit te houden. Doen een egoïstisch, mondkap op. Voor even die feesten, dat komt toch nog. Laten wij eraan werken dat dit virus stopt. Zodat we weer kunnen gaan naar de normale klok. Niet bang worden, voorzichtig zijn. Als we samenwerken, komen we er wel eruit. Hoe groot de strijd lijkt, we komen dichterbij. We moeten evenwicht vormen als maatschappij. Moana, moana. Moana, moana. Moana, moana. Moana, moana. Mondkap op, handen wassen, afstand houden. Mo, han, a.